Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Aardrijkskundig. Vandaag gaan we het hebben over paragraaf 1.2, ontwikkeling van de wereldeconomie, van methode buitenland voor 3 HAVO. Heb je nou al veel geleerd van deze video's? Abonneer dan snel hieronder. Nu zie je de leerdoelen voor je. Wil je deze even rustig doornemen? Zet dan de video op pauze, dan ga ik ondertussen verder. Als we kijken naar de geschiedenis van eigenlijk de wereldeconomie, hebben we een aantal fases die we kunnen aanduiden. De eerste fase eigenlijk van 1500 tot aan 1945. We zien dat in één keer na het jaar 1500, in het begin van de 16e eeuw, de Europese interesse in de rest van de wereld extreem toenam. We zien namelijk van 1500 tot 1800 eigenlijk het handelskolonialisme ontstaan. En wat houdt het eigenlijk in? Dat is dat vanuit de koloniën grondstoffen worden gehaald en richting Europa. Zo zien we ook op het kaartje, eigenlijk alleen de kustgebieden in Zuid-Amerika, daar hadden we handelskolonies en daarbinnen hadden we dan geen invloed, de Europeanen. En eigenlijk alle pijlen gingen vanuit dat gebied terug naar Europa. Behalve de zwarte pijl, dat was de pijl die de slavenhandel moest aanduiden, waarin je zag dus dat die gebieden, wat ze dan gebruikten, waren slaven voor bijvoorbeeld de plantages. Eigenlijk na het jaar 1800 zien we wel een verandering hierin. Die kolonies hadden niet meer als enig doel van als grondstoffenleverancier te dienen, maar ze werden ook een afzetmarkt voor de kolonies. Dus we gingen van handelskolonialisme over op industrieel kolonialisme. Natuurlijk, als je maar een kolonie lang genoeg hebt, wordt het natuurlijk in ontwikkeld. Er komt een haven, het wegennetwerk verbeterd en zo langzamerhand ontstond er eigenlijk een tweede stuk land waar echt in werd geïnvesteerd. Daar gingen ook mensen naartoe, dus kolonisten vanuit Europa gingen naar deze nieuwe wereld, zeiden ze dan, waarin dus ook zij die producten juist weer kochten uit Europa. Op die manier kwam een soort van wederzijdse afhankelijkheid op gang. Ja, we zien eigenlijk dat in één keer na 1945 veranderde veel in de wereld. De Tweede Wereldoorlog was net voorbij en we zien dat een hoop Europese landen hun kolonies afstoten. Dat heet decolonisatie. Als iets namelijk slecht is voor je economie, is het voeren van een oorlog. Je moet ineens investeren in wapens, je moet herstelwerkzaamheden doen, handel dat ligt onder vuur. Want ja, er kan een onderzeeker jouw schip met handelsgoederen juist neerhalen. Dus we zien dat kan voor problemen zorgen. Dus de meeste Europese landen waren na de Tweede Wereldoorlog best wel blut. Als je dan ook nog eens allemaal kolonies moet onderhouden die je ook bij de rust moet bewaren, dus je moet er weer een leger neerzetten, dat was niet meer te betalen. Dus we zien dat een hoop landen aan het decoloniseren waren. Ten tweede ontstond er eigenlijk de Koude Oorlog en die laat deze bron goed zien. We zien dat er eigenlijk drie posities in te nemen zijn. We hebben de westerse industrielanden, we hebben de communistische landen inclusief China en ontwikkelingslanden. We krijgen namelijk twee machtsblokken. Het Westen tegenover het communisme. En waarin eigenlijk te zien is dat het de westerse industrielanden best nog wel veel handel onderling dreven. Die getallen staan namelijk voor de miljarden dollars in handel. Ook hadden zij nog een hoop handel met de ontwikkelingslanden. Die ontwikkelingslanden zorgden natuurlijk voor de grondstoffen die westerse industrielanden nodig hadden. Maar als we die aantallen gaan vergelijken, dus bijvoorbeeld die 381 met die 60 tegenover tussen de communistische landen, kunnen we eigenlijk zeggen dat tussen de westerse industrielanden en bij de communistische landen, daar was geen contact. Dit waren echt twee aparte machtsblokken die zo min mogelijk contact met elkaar hielden. Want het communisme wilde natuurlijk graag alles zelf doen. Door deze verdeeldheid in de wereld kwam de wereldhandel niet heel veel verder op gang in dit gebied. Duidelijk had je echt twee kampen waarin van alles ging spelen. Met natuurlijk de dreiging van een oorlog op een gegeven moment tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Nou, in het jaar na 1990 valt natuurlijk die grote Sovjet-Unie uiteen. Een hoop landen die onderdeel ervan waren, die werden onafhankelijk weer. En dat zorgde ervoor dat in één keer al die landen ook konden aansluiten bij de vrije markteconomie. De vrije markteconomie was het economisch systeem waarbij de productie is in handen van particuliere ondernemers. Dit was het systeem wat ook in de westerse industrielanden de grootste was. En juist tegen de tegenhanger van het communisme. Bij het communisme is natuurlijk alles in de handen van de staat. Dus de banken zijn in de handen van de staat. De sporen bijvoorbeeld zijn in de handen van de staat. Maar als we het met Nederland nu vergelijken, de NS is particulier. ProRail is particulier. De ING-bank of de Rabobank zijn particulier. Bijna alle grote bedrijven in Nederland zijn particuliere ondernemingen. Dat is het tegenovergestelde van de Sovjet-Unie.
Voordeel is van de Sovjet-Unie is dat je eigenlijk niet failliet kan gaan, want de staat kan bijna niet failliet. Bij de vrije markteconomie is dat er veel meer winst te halen valt. Dus je kan heel rijk worden. Tegenover staat ook dat je blut kan gaan. Dus we zien die verschuiving hier echt in ontstaan. Die, al die landen die één keer onafhankelijk zijn van de Sovjet-Unie geworden, sluiten vooral massaal aan bij die vrije markteconomie. En die vrije markteconomie gaat heel erg uit van vrijhandel. En nou, wat is dan vrijhandel? Dat is eigenlijk een handel waarbij de grens tussen handelsgebieden zoveel mogelijk worden weggenomen. Het beste voorbeeld is de Europese Unie. We kunnen op vakantie gaan zonder, als we Zwitserland niet meerekenen, en op het vasteland blijven. En dan kan je landen passeren zonder tegengehouden te worden. Dat is dus een handelsgrens die weggenomen is. Bij communisme zijn die handelsgrenzen er wel. Bij die vrije markteconomie heeft zoveel die vrije handel nodig om zoveel te kunnen handelen. Die voordelen, er zijn ook een hoop voordelen bij die vrije handel. Een land kan zich specialiseren. Kijk bijvoorbeeld naar Dubai. Wat doet Dubai nu eigenlijk buiten olie? Ja, ze zijn nu druk bezig met toerisme, maar 10 jaar geleden, dat is nog weinig. Ze zijn dus gespecialiseerd in het verkopen van die handel. Dat is ook heel gevaarlijk. Dus dat voordeel heeft ook een nadeel. Want stel je voor, de olie raakt op bij Dubai. Of je bent gespecialiseerd in bijvoorbeeld pinda's, waar we de vorige aflevering of video over hebben gehad. Dan, en die pinda, er komt in één keer een pindavirus, waardoor al jouw pinda's verrotten en beschimmelen en alles. Dan hebben we een probleem. Want dan ben jij dus gespecialiseerd in één product en dan kan je het in één keer niet meer kwijt. Dus je ziet dat die voordelen van die vrijhandel kunnen ook nadelen zijn. Ander voordeel is, als er dus weinig grenzen zijn, is dan een bedrijf makkelijk naar het buitenland kan. En daar ook nieuwe afzetmarkten kan doen. Dus kijk, de McDonald's, die is natuurlijk ooit begonnen als een typisch Amerikaans bedrijf. Maar door die vrijhandel kon het makkelijk de grens over. En dus in Nederland bijvoorbeeld zijn eerste restaurant neerzetten. Nou, was iedereen echt zo blij met die vrijhandel? Nee, zeker niet. De Amerikaanse maakindustrie voelde zich zeker in het begin best wel bedreigd door die opkomst van China. Het is dan best wel normaal vanuit de Amerikanen dat zij alles maken en zelf alles maken. Als dan in één keer zo'n land als China opkomt en alles wil gaan doen voor jou, dat zorgt ervoor frictie, dat zorgt ervoor dreiging voor hun gevoel. Daarom zie ik nog steeds dat een hoop Amerikaanse bedrijven hun spullen in Amerika maken. Ik hoop dat je weer een hoop geleerd hebt van deze video en ik zie je graag snel weer.